Nou, serie nieuwe weilanden tegenover mijn oude favoriete weiland. Is nu ingezaaid. En de eerste vond is 10 eurocentjes. Die hadden we hier eigenlijk nog niet verwacht. Hopelijk zometeen nog wat oud spul. Nou, en recht naast de 10 cent, 20 cent. Benzine kostte er alweer uit. Kijken of er nog meer ligt. Nou, ze worden wat ouder. Leeuwencentje. Super goede conditie nog. 1916. Thuis nog even oppoetsen, maar hij ziet er super strak uit. Nou, het eerste duitje van dit veld. Aardig te gaan, maar met twee leeuwtjes in een schildje, dus gelderjaar. Ik ben bang dat we geen jaartal hier meer uitkrijgen. Vingerroetje. Helemaal compleet. Thuis even schoonmaken. Altijd super leuke dingen om te vinden. Nu nog een keer eentje van zilver. Dan is mijn dag helemaal top. Duitje. Maar helaas helemaal onleesbaar. Volgende vondst, een heilig hangertje, de afbeelding straks nog even leesbaar maken. Leuke vondst en gewoon aan de oppervlakte. Nou, volgende vondst, een of ander stukje beslag. Geen idee waarvoor het is geweest. Ik denk niet zo erg groot. Nou, eindelijk weer een duitje. Schildje met een leeuwtje naar links. En Overijssel. Ja, het had nog niet helemaal zichtbaar, maar eindelijk weer een muntje. Thuis even beter schoonmaken. Zie je hem straks terug.